Bedrijven worden constant geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Thema's zoals duurzaamheid en energiebesparing staan dagelijks op de agenda. Als bedrijven hierin hun verantwoordelijkheid nemen, spreken we van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij JBC willen we graag oprecht en eerlijk verantwoord ondernemen. En eigenlijk is een eerste stap daartoe gezet in 2000, toen we eigenlijk vanuit retailer naar het zelf designen en produceren van onze kleding zijn gegaan. En Anne Klaas, onze CBO, die is toen zelf naar het Verre Oosten gegaan, de productielanden waar we vandaag nog zitten, om productiepartners te zoeken. Want wij willen onze fabrieken, de werkomstandigheden zoveel mogelijk respecteren. En daartoe zijn we bijvoorbeeld in 2015 lid geworden van de Fair Wear Foundation, die ons ondersteunt, maar langs de andere kant ook controleert in wat we doen. Met projectoproepen, workshops en een uitgebreide website probeert MVO Vlaanderen Vlaamse KMO's te informeren over wat MVO inhoudt en wat de voordelen zijn voor het eigen bedrijf. MVO is een manier om als bedrijf concurrentieel te zijn en toch rekening te houden met mens, milieu en maatschappij. Ondernemers die MVO in de praktijk willen brengen, die kunnen bij ons terecht voor een aantal handige instrumenten, zoals bijvoorbeeld de MVO-scan. Dan kan je jezelf als bedrijf tegen het licht houden om te zien op welke onderwerpen scoren we al sterk en op welke onderwerpen hebben we nog wel best wat werk. Dat kan gaan over betere klantenrelaties, betere arbeidsorganisatie, energiebesparing en dus minder CO2-uitstoot, maar ook over je relaties met de buurt waarin je actief bent. Ook JBC maakte gebruik van de MVO-scan. Op basis van die evaluatie besloot het kledingbedrijf om in te zetten op campagnes die passen binnen de filosofie van een circulaire economie. We zijn dan begonnen met het ECA-project in Nederland. Te kijken van, kunnen we nu een gerecycleerde jeans op de markt brengen? En we hebben dan uiteindelijk een product gemaakt dat gemaakt was van oude ingezamelde jeansbroeken. En dat heeft intern ook een super boost gegeven, waardoor dat iedereen dat circulaire ook is gaan steunen en daar heel wild enthousiast van is geworden. Met steun van de Vlaamse overheid werd daarom het Close the Loop-traject opgestart. Close the Loop is een traject waar JBC is een van de 8 bedrijven dat volgt. En we zijn allemaal textielbedrijven. En voor ons heeft dat Close the Loop traject eigenlijk ingehouden dat we ons MVO meer gaan kaderen, meer structuur gaan geven in onze dagdagelijkse werking. De Susta-tool werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid zodat organisaties beter aan hun maatschappelijke impact kunnen werken. Bedrijven die een duurzaamheidsbeleid willen uitbouwen, kunnen gebruik maken van de Susta-tool. Die biedt een praktische, een systematische aanpak op maat van een KMO. Het is een manier om je processen te gaan herdenken, ze te optimaliseren, maar ook om nieuwe markten te vinden. Maar de meeste bedrijven hebben weinig tijd en weinig middelen om daarmee bezig te zijn. Dus met deze tool hebben we geprobeerd dat allemaal mooi samen te bundelen, zodat ze op één adres terecht kunnen voor dat advies. Het bedrijf Blenders helpt organisaties hierbij. Dus we hebben op een bepaald moment een project ingediend bij ESF en MVO Vlaanderen, omdat zij op zoek waren naar organisaties in Vlaanderen die bedrijven kunnen gaan helpen om de zogenaamde Susta-tool te implementeren in het bedrijf. Te werken met de Susta-tool is zeker een heel positieve ervaring, omwille van het feit dat er die bewustwording is. Wat is duurzaamheid? Je hebt een abstract begrip heel concreet gemaakt. Dus eigenlijk door dat te doen, ga je op een heel geïntegreerde manier naar duurzaamheid kijken. En van daaruit ga je verbeteracties initiëren. Eigenlijk gaat het met duurzaamheid aan de slag. Niet alleen omdat er een soort morele plicht is om de goede dingen te doen. Maar gelukkig wijst meer en meer onderzoek wereldwijd ook uit dat bedrijven die hiermee aan de slag gaan, dat die het ook gewoon financieel beter doen. Dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen.